Hoi Mandy. Hoi. Wij hebben elkaar een tijd geleden ontmoet op een congres. Ja. En ik kan me herinneren dat jij daar was als ervaringsdeskundige. En ik was daar als behandelaar. Ja, klopt. En we hadden het allebei over seksueel misbruik en de gevolgen daarvan. En zonder dat we elkaar eigenlijk eerder hadden ontmoet, leek het alsof we elkaar al langer kenden. Want we begrepen allebei heel goed wat we wilden zeggen. En toen hadden we bedacht, we gaan dat nog een keer, het gesprek met elkaar nog een keer hebben. Op zo'n manier dat andere mensen die misbruik hebben meegemaakt of daar meer over willen weten, daar ook wat van kunnen leren. Ja. En nu zitten we hier. Ja, fijn. En toen hadden we afgesproken dat ik jou een paar vragen mocht stellen. Ja. Over, nou, wat jou is overkomen, of wat jou is aangedaan. En ja, de gevolgen daarvan en hoe het nu met jou gaat. Dus als we helemaal teruggaan, je hebt mij verteld dat je misbruikt bent door je opa. Mm-hmm. En kan je mij vertellen wanneer jij wist dat dat wat er gebeurde toen, dat dat seksueel misbruik is? Wanneer had je dat door? Nou, het begon op mijn 8e. En ik wist wel meteen dat het niet klopte. In die zin, omdat hij zei, dit mag niet van de politie en als dit uitkomt gaan we samen de gevangenis in. Mm. Dus ik voelde wel van, oké, dit is iets wat niet uit mag komen. Maar ik had niet door dat het seksueel misbruik was. Ik had ook het gevoel dat ik iets fout deed, omdat hij zei, we gaan samen de gevangenis in. En ik wilde niet de gevangenis in, maar ik wilde ook niet dat opa de gevangenis inging, want dat was ook ja, een van mijn beste vrienden. Mijn voorbeeld eigenlijk. Ja. Dus wanneer ik het echt door had, vind ik een moeilijke vraag. Ik denk eigenlijk nog niet eens toen ik het zei, toen ik het uiteindelijk heb gezegd. Toen had ik het nog niet eens door. Nee. Ik denk eigenlijk pas later, nadat ik in therapie ben gegaan. Ja, ja. Dat volwassenen dit zo noemen. Ja. De situatie waar je in zat. Ja. En hoe lang heb je in die situatie gezeten? Van mijn 8e tot mijn 14e is het bezig geweest, ja. 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 En op een gegeven moment zei je, heb je het verteld? Ja. En Wat ging er aan dat moment vooraf? Ah, toen ik het vertelde? Ja, hoe ben je daartoe gekomen? En wat maakte dat je op een gegeven moment hebt besloten om het te vertellen? Nou, mijn ouders gingen scheiden toen ik 14 was. En eigenlijk was het een droomscheiding. Dus iedereen dacht van, oh, met Mandy gaat het heel goed. Want ja, ze kan dit wel goed verwerken, want haar ouders gaan heel goed uit elkaar. Maar mijn veilige basis viel natuurlijk weg, waardoor het met mij heel slecht ging. En op school hadden ze dat door, maar ze hadden nog niet goed door waardoor dat kwam. Mm-hmm. En toen heb ik het ineens een vriendinnetje verteld in de aardrijkskundeles. En heel raar eigenlijk, want ik zei ineens van, opa, verkracht mij. Maar toen ik het zei, dacht ik ook, maar wat ik nu zeg is niet echt waar. Omdat het voor het eerst een soort van echt werd. Dus ik weet ook dat ik het zei en ik dacht van, oké, maar nu gaan we het tegen niemand zeggen. Ik heb het nu verteld, we houden het nu tussen ons twee. En ja, gelukkig is dat vriendinnetje met mij samen naar een vertrouwensdocent gestapt. Waar ik gesprekken mee kreeg. Maar ik gooide het er eigenlijk ineens uit. Net alsof het te veel was doordat die veilige baas bij mij wegviel. Ja. En dat het zoveel was dat die put een soort van overspoelde en ineens ja, ja. Het eruit gooide. Terwijl het niet per se je bedoeling was. Nee, eigenlijk niet. Nee. Want ik had ook gedacht dat ik het nooit zou vertellen. Ja, dat had je voorgenomen. Ja, maar ook zo mijn eigen wereld gecreëerd dat ik bijna dacht dat het niet aan de hand was. Dus ik had een soort van eigen wereld gemaakt met mijn opa waar we met z'n tweeën in zaten. En voor de rest had ik nog een heel ander leven met alles ernaast. Ja. Dus vandaar dat ik ook dacht toen ik het zei van, maar is dit wel waar? Ja. En die andere wereld, hè, waar ja. Dat misbruik in plaatsvond. Dus wat jouw opa bij jou deed. Ja. Ik denk dat veel mensen denken, of hulpverleners ook denken van, nou, het misbruik, dat is gewoon verschrikkelijk, dat het kind heeft pijn en dat is gruwelijk, dat is sadistisch. En ik hoor juist van de kinderen vaak dat het ja, ook aardig of liefkozend of liefhebbend gebeurt. Ja. En dat past helemaal niet in het beeld wat hulpverleners vaak hebben van misbruik. En ja. Ook in het filmpje van Klokhuis vertel ik over fijne en niet fijne aanrakingen. Maar later dacht ik, nou, dat klopt niet wat ik zeg, ja. Want nee, dat maakt het juist zo ingewikkeld. Het kunnen ook fijne aanrakingen zijn. Ja. Je zegt, het zijn twee werelden. Mm-hmm. Het ene is het gewone, je gaat naar school, je bent thuis. Ja. En dan heb je nog dat andere, waarin het misbruik plaatsvindt. Ja. Maar wat is de sfeer van die wereld? Nou, het gekke is inderdaad wat jij zegt, het is juist niet alleen maar naar.
En dat is juist het lastige. Het is juist ook mijn lieve opa die dat doet. En het gaat niet alleen maar om de handelingen. Ik zeg altijd van, ik sloot me ook af. Dus de handelingen die waren er, maar dat was niet hetgeen wat mij het meest gemaakt heeft tot het trauma wat ik nu heb, denk ik. Dat is meer de indoctrinatie. De momenten dat ik precies wist hoe die deed als ik een bepaalde beweging maakte. Of wist hoe ik weer iets kon doen waardoor het weer even stopte. Dat. En ik heb natuurlijk zo gedissocieerd. Dissociatie is natuurlijk dat je uit je lichaam treedt, omdat het anders niet te doen is. Dat ik dat hele, nou ja, het hele seksuele stuk, zeg maar, is ook een soort van, dat is niet hetgeen wat het meeste verwerking nodig had een tijd. Omdat dat juist die indoctrinatie en die machtspositie en dat juist dat lastige van, hè, maar het is toch ook mijn lieve opa, hè, maar ik hou ook van hem. Yeah. Maar hoe, ja, mijn grootste angst was ook om opa te verliezen toen het uitkwam. Dat was mijn allergrootste angst. Dus de dubbelheid en die geheimhouding, die hebben meer invloed op je gehad, ja. Negatieve, meer impact, ja. Dan de feitelijke handeling. Ja, in het begin wel. Absoluut. Want toen het dan via jouw vriendin, hè, je zegt uiteindelijk is het bij een vertrouwenspersoon terechtgekomen. Ja. En hoe ging het daarna verder en kwam jouw grootste angst ook uit? Nou, hoe het verder ging is dat ik wekelijks gesprekken kreeg met zo'n docent en hij had op dat moment niet door dat het nog steeds bezig was. En toen hij daarachter kwam, heeft hij mijn ouders gebeld. Gezegd, uw dochter wordt seksueel misbruikt. En mijn moeder wist ook meteen van, oh, het is mijn vader. Alle puzzelstukjes vielen op zijn plek dat het haar vader was. En eigenlijk daarna is er een rollercoaster ontstaan. Mijn grootste angst kwam in die zin uit. Want mijn familie heeft gezegd dat het niet zo erg was. In het begin niet. In het begin heeft mijn oma me uit huis gezet en gezegd van, nou, weet je, we staan volledig achter je. Tot die prostaatkanker kreeg. En toen heeft ze gezegd, ik kan hem als mens niet laten vallen. En Mandy, zo erg was het eigenlijk toch helemaal niet. Hmm. En dat vergeten mensen vaak. Dat je als slachtoffer, het grootste stuk is het schuld en het schaamtestuk. Dus als iemand tegen jou zegt, Mandy, zo erg was het niet. Denk je, nee, inderdaad, misschien heb ik wel overdreven. Andere familieleden die dingen hebben gezegd, dat Mandy was heel erg flirterig met mannen, toch? Dat is nog steeds iets wat ik niet durf. Ik durf niet te flirten in de kroeg, want straks ben ik weer te flirterig en lok ik weer wat uit. En dat is, natuurlijk, het gaat om het misbruik en een pleger. Het is verschrikkelijk wat een pleger doet. Maar wat de omstanders doen, is ook heel schadelijk voor iemand. En dat onderschatten heel veel mensen. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En gaat dat nu nog door, dat de omgeving dingen zegt die jou niet helpen, zelfs schaden? De laatste tijd minder, maar dat komt ook omdat mijn opa is overleden vorig jaar. Dus in die zin is datgene is er niet meer. Maar dat deed ook heel veel met me. Omdat hij ineens hij was overleden en dat hoorde ik via via. En het gek was dat mijn kindstuk ineens heel erg mijn opa ging missen. En dat vond mijn volwassen stuk van nu heel gek. Omdat ik dacht, hé, maar ik ben toch juist zover dat ik nu niet meer hem hoef te missen. Maar dat kindstuk, dat miste hem. Je verlangde nog naar het contact. Ja. Want hoe is het contact met je opa gegaan nadat het uit is gekomen? En dus ook bij hem bekend werd dat jij het had verteld? Dat was er niet meer. Nee. Nee, het is alleen nog toen we de dag dat we mijn opa en oma gingen confronteren, toen ben ik mee geweest. En ik weet nog dat hij achteraan tafel zat. En dat op een uur iemand vroeg, wil je iets uit de garage pakken? En toen moest ik zo langs hem lopen. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Omdat ik echt dacht, ik heb jou verraden. En dat gevoel. Maar daarna heb ik hem eigenlijk nooit meer gezien. En hoe reageerde hij? Op dat moment? Op de onthulling? Op de onthulling. Hij zei gelijk, ja, het klopt. Hak mijn handen er maar af. Maar ja, goed, ze kwam zelf op schoot zitten. Ja. Dus hij gaf het meteen toe. Maar wel met het stuk van, ja, maar ik heb het gedaan. Omdat ze zelf op schoot kwam zitten. En ik denk dat dat ook is, in mijn geval, en dat is volgens mij bij veel mensen wel, is de indoctrinatie dus zo heftig. Omdat tegen mij is altijd gezegd van, je wilde het zelf. Je bent een hoer, je hebt het zelf uitgelokt. En dat is zo in mijn systeem gaan zitten. Deel geworden van jou. Ja. Ja. Ja, en dan van de kant van de pleger weet ik dat als mensen geconfronteerd worden met de onthulling, zijn er eigenlijk 3 scenario's. Nou, 4 scenario's. Of iemand geeft het meteen toe en die zegt, ik had het nooit, ik wist dat het een keer uit zou komen in berouw en alles. Of iemand ontkent. Zegt gewoon, het is gewoon niet waar. Ja. Of iemand berooft zichzelf meteen van het leven. Dat gebeurt ook. Of iemand zegt, ja, maar. Ja. En die variant komt volgens mij nog wel het vaakste voor. Ja. En dat voelt toch als ontkenning, denk ik. Ja, klopt. En het was ook een soort van het gevoel alsof het dan mijn schuld is. Ja.
Wat ik natuurlijk ook echt dacht. Ik was er echt van overtuigd dat het mijn fout was. Ja, want hij even vanuit hem gedacht. Hij zal waarschijnlijk heel erg bang zijn geweest al die tijd dat het uit zou komen. Ja. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft alles gedaan om jou, denk ik, mede verantwoordelijk te maken. Ja. Medeplichtig te maken. Door dingen te zeggen als, nou, als het uitkomt, dan gaan we samen naar de, moeten we samen naar de gevangenis. Of we en ons geheimpje. En dat hoor ik ook wel vaak terug inderdaad van andere kinderen. Dat ze op die manier erin getrokken worden in dat web. En je komt er ook niet meer zomaar uit. Je komt er echt niet uit. En ik denk dat in die zin ik mijn eigen wereld heb gecreëerd, maar hij ook. Snap je, we hebben allebei onze eigen wereld gecreëerd. Ja. En daarin zijn we een soort van samen daarin gegaan. En dan ineens gaat dat los. Ja. En dat is heel ingewikkeld. Ja, ik zeg wel eens bij seksueel misbruik, het gaat niet over de spin of de vlieg. Het gaat over het web. Ja, klopt. Ja, en daar raken alle partijen in verstrikt uiteindelijk. Uiteindelijk ook de omstander. Ja. Ja. Want toen jouw opa is, opa het heeft bekend met een ja maar. Mm-hmm. Tot het moment dat hij is overleden. Mm-hmm. Zeg je, heb je geen contact meer gehad? Nee. Had je met de kennis van nu wel contact willen houden? Had dat gekund? Had je dat gewild? Gekund had dat zeker, denk ik wel. Gewild niet. En dat is meer omdat ik in therapie erachter kom, zeg maar, wat voor indoctrinatie hij echt deed. Dus een soort van dat je bijna gehersenspoeld bent. Mm-hmm. Ik denk dat ik wel het gesprek misschien nog aan had willen gaan van om te zien, zeg maar, dat in mijn hoofd is die, en nog steeds die, aan de ene kant die hele lieve opa, aan de andere kant die hele enge opa en die machtige man, dat de rollen misschien een beetje omgedraaid zijn, zeg maar, dat ik nu de kracht heb gevonden en de moed heb gevonden. Ja, en dat je ook zou voelen dat die geen controle meer over je heeft. Of... Dat, want ik denk inderdaad het gesprek aangaan van waarom en dat niet, want die antwoorden ga ik niet krijgen. Maar misschien wel in de zin van te zien van dat ik nu in mijn kracht sta. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En dat ik ook iets ben zonder hem. Ja. En jij refereert nu naar de therapie die je nu hebt. Ja. En kan je vertellen welke klachten jij nu hebt? Wat de reden is geweest om nu in therapie te gaan? Ja. En nog belangrijker misschien, hoe zijn die klachten door de tijd heen veranderd? Vanaf dat het begon, totdat het uitkwam. Tot nu. En nu ben je 35. Ja, klopt. Nou, als ik begin bij het begin, had ik het gevoel dat ik nergens last van had. En dat kwam eigenlijk, kom ik nu achter, ik heb zo gedissocieerd geleefd, dat ik ook echt dacht van, ik heb toch nergens last van. Dus ik deed alles en het ging allemaal prima. Ik ben ook nog dat ik een jaar opgenomen ben geweest en echt dacht toen ik daar kwam van, ja, maar wat kom ik hier eigenlijk doen? Want ik heb helemaal niks meegemaakt. En toen heb ik op den duur haptonomie gehad. En dat heeft mij echt geholpen om weer in mijn lijf te komen. Want ik heb heel erg dat dissociatiegevoel gehad. Dus echt uit mijn lijf treden. Dus ik kon oprecht mijn lichaam niet meer voelen. Mm-hmm. Maar ook als iemand dan zei, voel je het? Dacht ik, ja, ik voel het wel. Ja. Maar als ik dan echt de connectie ging maken, voelde ik het niet. Maar ik ben nu weer in therapie. Omdat ik eigenlijk al een aantal jaar last heb van hartkloppingen. En echt nachtelijk uit bed rennen. Mijn hart gaat 180 per minuut ook elke keer. We hebben het gemeten met een hartkastje via de arts. Want ik dacht, er zal wel iets met mijn hart zijn. Ja. Maar blijkt dus gewoon PTSS te zijn. Dat wilde ik eigenlijk niet helemaal toegeven. Tot ik nu bij een psycholoog ben. En voor het eerst eigenlijk de letterlijke details inga. Dus wat is er echt gebeurd? Ik heb dat ooit bij de aangifte verteld, maar verder nooit meer. En ik dacht ook echt, dat hoeft niet. Ik dacht, daar heb ik geen last van. Nou, daar heb ik blijkbaar wel heel erg last van, maar heel erg onderliggend. Yeah. Dus in de nacht komt het eruit, in dromen, in nachtmerries. Mm-hmm. En dat zijn wij nu aan het kijken. Mm-hmm. En het is bizar, want ik geef natuurlijk, heb je gezien, lezingen door het land. Waarin ik echt sta voor iedereen die zich niet hoeft te schamen en niet schuldig hoeft te voelen. Maar als ik bij haar zit, voel ik me heel erg schuldig en schaam ik me weer volledig. Mm. En dat is echt omdat het zoiets dieps triggert op dat moment. En ik kijk eigenlijk voor het eerst met haar echt naar die beelden. Natuurlijk, ik vertel ze, we kijken ze niet letterlijk. Maar voor het gevoel dat iemand meekijkt. En dat is heel dubbel. Want aan de ene kant vind ik het verschrikkelijk. Omdat ik niet wil dat iemand dat ziet. Want het is iets van mij en mijn opa. Maar aan de andere kant vind ik het ook weer heel fijn dat ik een keer niet meer alleen ermee ben. Ja. 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 En je zegt... Dat die schuld en die schaamte, dat die nog... Hè, je weet wel dat jij niet schuldig bent en je weet wel dat je niet verantwoordelijk bent. Ja. Maar het voelt kennelijk nog steeds zo op bepaalde momenten. Ja, klopt. En je hoofd probeert nog steeds te snappen wat er is gebeurd en is 's nachts heel hard aan het werk. Ja.
Ik weet dat we tijdens corona een zelfhulpwebinar had georganiseerd waarin volwassenen vragen in mochten sturen. Ja. Over seksueel misbruik. Mm-hmm. Die dat dus als kind zelf hadden meegemaakt. En dat was ook de meest voorkomende vraag. Van hoe komt het dat ik me nog steeds zo schuldig voel? En hoe kom ik daar in godsnaam van af? Ja. Of hoe kan ik het mezelf vergeven? Ja. Omdat mensen ook echt het gevoel hebben van, maar ja, ik heb ook echt iets gedaan. Ja. Ik ben ook echt naar die persoon toegegaan. En het was niet altijd vanuit, ja, je wist het toen niet. Nee. Maar ze zien zichzelf dat nog steeds zo doen. Ja. Want waar gaat bij jou die schuld precies over? Welk onderdeel is het? Sommige mensen zeggen nou, dat ik het niet heb verteld. Of dat ik steeds naar die persoon toe ging. Of dat ik het wel heb verteld. Dat die persoon door mij in de gevangenis zit. Of geen onderdeel meer uitmaakt van mijn familie. Of... Ja, ik denk bij mij heel erg dat ik het heb toegelaten. Of dus dat ik geen nee heb gezegd. En ook wel de dingen die hij heeft gezegd zijn zo eigen geworden. Dat eigenlijk zijn stem heel vaak in mijn hoofd zit. Mm. Dus inderdaad dat ik mezelf, als ik dan naar zo'n beeld kan kijken. Kan ik mijzelf als 8-jarig meisje echt een hoer vinden. Mm. Terwijl we werken nu vanuit foto's. Dus dan kijk ik naar een foto van mezelf. En dan zegt zij van oké, kijk maar eens naar jezelf. En zeg maar dat je haar een hoer vindt. En dan denk ik ja, maar dat ga ik niet zeggen. Nee. Dus dat werkt voor mij heel goed om... te zien hoe klein ik was. Ja. Want in mijn hoofd ben ik al veel volwassener dan dat ik eigenlijk was. Ja, en hoe klein en afhankelijk en beïnvloedbaar je kinderen ook zijn. Ja. Ja. Maar je zegt dat die manipulatie, die indoctrinatie, dat hersenspoelen, dat is best moeilijk om, zeg je, daar moet je hard voor werken, ook met therapie nu, om daar afstand van te nemen of daar... op een andere manier op terug te kijken. Ja, dat komt ook omdat mijn grootste angst is dat iemand anders dat denkt. Dus dan kan ik het beter maar zelf denken. Als dan één iemand anders het denkt, wat natuurlijk mijn familie ook deels heeft gedaan, dan is dat minder erg omdat ik het zelf al denk. Dus het is ook een soort van... Ja, dus die verkeerde conclusie die je hebt getrokken over jezelf, lang geleden, toen je 8, 9 was, die achtervolgt je nog steeds. Ja, wel als ik in therapie zit. Ja. Dus niet, en het grappige is dat ik er ook wel om kan schakelen. Want dan heb ik soms therapie gehad en heb ik 's avonds een lezing. En dan meen ik oprecht ook wat ik zeg, van je hoeft je niet te schamen. Ja. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat het er mag zijn. Snap je? Dat je je even mag schamen. En dat je daar samen met je psycholoog dus dan uitkomt. En hand in hand eigenlijk het... Want je doet het samen. Je doet het niet alleen. Ja. Ik heb jou toen natuurlijk gezien op het podium. Ja. En ik heb je ook gehoord hoe je dat aan het vertellen was. En dat schakelen van de een naar de ander. Ja, daar ben je denk ik heel erg getraind in geraakt natuurlijk. Dat deed je ook om die situatie te overleven. Ja, er werd toen toch ook een vraag gesteld. Ja. Van hoe kun je dat toch, dat de zaal nog aan het huilen is. En dat jij alweer terugschakelt. Toen zei jij ook van ja, Mandy kan dat als geen ander. Want die heeft het als kind al geleerd. Ja, je hebt iets van 6 jaar ervaring daarmee gedaan. Ja. Dat mechanisme. En je wilt eigenlijk stoppen met dat mechanisme. Hè? Ja. Je wilt juist integratie van... Ja. Ja, je bent één. Dat het samenkomt. Dat precies. Het samenkomt. Ja. Hey, en de klachten, die vraag nog even van... Ja. Waar had je in het begin last van toen je nog een klein ukkie-pukkie was? Ja. En hoe veranderde dat met het ouder worden? Ja, in het begin had ik dus, wat ik zei, was ik heel erg gedissocieerd. Dus had ik weinig klachten, maar ik hoorde wel stemmen in mijn hoofd. Mm-hmm. Waarvan ik dingen moest doen. Dus ik moest van, nou, en dan ging het niet van je mag niet op de witte streep lopen. Maar echt van je moet van een dak springen. Dus dat ging best wel ver. Zo. Dus toen ook wel therapie gehad. Maar daar is niet het misbruik toen uitgekomen. En later was het meer de nachtmerries, de herbelevingen. En vooral bij mij ook het weg zijn van mijn gevoel. En dat is ook iets waar ik nu nog mee bezig ben. Omdat bijvoorbeeld de liefde vinden is bij mij nog niet gelukt. Mm. Ook omdat daar zo'n soort van... in mijn hoofd zit heel erg, als jij ooit de liefde vindt, dan had je opa dus gelijk. Want aan liefde linkt intimiteit. En als ik ooit intiem word, dan ben ik dus een slecht persoon. En dat moet ik gaan, wil ik gaan omzetten naar dat ik wel ooit... mezelf gunnen om de liefde te gaan vinden. Ja. Ja. Kan je natuurlijk ook alleen maar achterkomen door het te doen. Klopt, ja. Is ook zo. En dan ervaren dat dat wat jij vreest niet uitkomt. Nee, ja. En het is je ook heel erg gegund. Ik denk dat dat uiteindelijk iets is wat heel veel mensen moeilijk vinden om echt die intimiteit aan te gaan. Ja, en vooral ook de connectie weer maken met je gevoel. Dus inderdaad... Kijk, ik kan wel een relatie nemen met iemand, maar ik wil het niet als ik het niet voel. Nee. Dus het is heel erg belangrijk dat ik dat weer mag gaan durven voelen. Mm.
Ja. Ja, uiteindelijk is vriendschap en liefde zijn natuurlijk de beste buffers tegen stress. Ja. Daar wil je wel meer van hebben. Ja, en vriendschap lukt me heel erg goed. Mm-hmm. Maar inderdaad, de liefde, daar zit een soort van rem nog. Maar goed, daar ben ik hard voor aan het werk. Ja, ik hoor het. En wat is... Je hebt heel veel verteld over de dingen die je in therapie hebt ondervonden. Mm-hmm. En je hebt verschillende soorten therapie gehad, geloof ik, als ik het zo hoor. Ook lichaamsgerichte. Ja, klopt. Je bent nu zelf natuurlijk ook nog andere... Ja, je hebt een keuze gemaakt om je stichting op te zetten. En andere mensen die hetzelfde is overkomen adviezen te geven. Ja. Of support te geven of perspectief te bieden. Mm-hmm. En ik heb jou leren kennen als iemand die zegt van... weet je, dit is gebeurd. Ja. Ik kon daar niks aan doen. Dit is gebeurd. Dat heeft invloed op mij gehad en nog steeds. Ja. En ik heb een goed leven... En ik heb ook therapie. Ja. Gewoon alles. Ja, klopt. Ja, dat vind ik al heel soort van... Ik zeg ook vaak, ik heb een strippenkaart naar de therapeut. Van, ja. Het kan zo ineens weer bovenkomen. En dan ga je weer even naar een psycholoog. Ja, mensen kunnen op verschillende momenten in hun leven toch weer last ondervinden. Ja. En als laatste om dit gesprek bij af te ronden. Mm-hmm. Mensen die nu naar jou aan het luisteren zijn. En misschien nog... aan het nadenken zijn van, zal ik het wel of zal ik het niet vertellen? Of zal ik wel of niet hulp zoeken? Ja. Kan je daar wat over zeggen, over het onthullen en over hulp zoeken? Ja, wat ik heel erg merk is dat het zo belangrijk is dat je er niet meer alleen mee bent. Dus dat je sowieso iemand in vertrouwen neemt om dit te zeggen. Want het is zo fijn eigenlijk om het te delen met iemand. En dat klinkt raar, fijn, want het is natuurlijk überhaupt niet fijn. Maar wel om er niet meer alleen mee te zijn. Ja. En te zien van, oké, ik schaam me heel erg, maar dat mag er nu zijn. En misschien schaam ik me dan over 10 keer weer wat minder. Dus ik wil echt die tip meegeven van, deel het echt met iemand die je vertrouwt. En zoek de juiste hulp. Ja. En weet, het is nooit jouw schuld. En dat meen ik echt. Ook al denk ik het soms zelf even niet. Maar het is echt nooit jouw schuld. En je hoeft je echt nooit te schamen. Dankjewel. Dankjewel voor het mooie gesprek. Dankjewel.